Yo mensen, we doen maar gamen. Leuk je te kijken naar deze nieuwe episode van Assassin's Creed Black Flag. Deze episode gaan we weer verder. En de vorige episode, ik ga trouwens heel even iets doen. Ik ga heel even die checkpoint hier wegzetten. Ik had daar de vorige keer een checkpoint gezet, maar die hoef ik nu niet meer. Als ik heel eerlijk ben, kan ik die weghalen? Ja, die kan ik weghalen. Awesome. We gaan weer verder met Assassin's Creed Black Flag. De vorige keer is dat niet helemaal goed gegaan, want de vorige keer wist ik de hele tijd eigenlijk niet dat ik hier naartoe moest. Maar dat moest dus wel. Dat vind ik heel apart, maar dat kwam ik echt pas sinds kort achter. Dus dat is heel apart, maar fuck it. We moeten hier naar beneden, neem ik aan. Dus we springen hier, hoppakee, in het water. En dan gaan we eens even kijken wat wij hier kunnen vinden. De vorige keer, ik ben alleen even benieuwd. Hoe kun je sluipen? Is er een mogelijkheid om te sluipen? Ik speel trouwens nu opeens niet meer met mijn controller. Geen idee waarom ik dat deed. Is er gewoon echt geen manier om te sluipen? Dat zou wel chill zijn namelijk. Ik hoop dat er een manier is om te sluipen. Even kijken. Ja, dat pak je je messen mee. Die hoef ik niet meer. Dus zet maar even terug. Kun je echt niet sluipen misschien? Eén manier om... Ja, dat weet ik. Oké, sluipen kan je. Dat vind ik jammer, want dat zou ik goed kunnen gebruiken nu. Hebben ze me gezien? Ze hebben me gezien. Oké, even kijken. Stalking zones. Dance, vagation, can be used. Stalking zones, all of you. Waarom staat het trouwens niet op... hoe heet dat? Waarom staat dit niet... Ik snap niet... Ja? Maar waarom staat dit niet op Nederlands? Dat vind ik heel apart. Even kijken. Options. General. Spoken language. Ja, Dutch. Waarom staat dat dan niet op... Waarom zie ik dit dan niet op Dutch? Heel apart. Oké, fuck it. Fuck jou. Human shield. Pak hem als human shield. Pak ze, jongen. Oh, ik word geraakt. Dit is echt moeilijk, ouwe. Dit is echt heel moeilijk. Tenminste, het zou niet helemaal moeilijk horen te zijn. Alleen, ik vind het best wel moeilijk. Misschien komt het er toch door omdat ik Assassin's Creed bijna nooit speel. Maar ik moet gewoon nog een beetje wennen, heb ik het idee. Maar dat zal vanzelf wel goed komen, neem ik aan. Dus dan gaan we weer. Ja, dit is ook wel vet. Alleen, dat zou je wel nodig hebben zodra je besluit om ze ongezien te willen zien. Zo, oké. Ga nu maar weer naar boven via dit ding. You can do it. I believe in you. Nice. En... Oké, we moeten dus ongezien proberen daar te komen. Dat moet kunnen. Oké, even kijken. Stalker zones, ja. Oké. Hoe doe je dat? Sneaken. Hoe kun je sneaken? Maar dat doet hij automatisch al. Sneaken. Oké, awesome. Ik wil ook wissel. Zien ze dat? Geef me één reden waarom ik je schedel niet zo insta. I don't know. Misschien omdat ik sterker ben. Ja. Kunnen we ze niet elimineren? Kun je ook hierin? Er zit een hele schildpad daar, jongen. Nice. Oké, dat is elimineren dus. Oké. Ik ga ze gewoon één voor één proberen elimineren. Ja, nice. In de bosjes met jou. Oké, die is dood. En als we die nou ook even weten te elimineren... Oh, we kunnen ze ook looten. Maar dat wist ik niet. Ja, hier, loot. Oh, nou, ze kunnen ze ook looten. Misschien vinden we dan wel wat. Oké, 15 van die dingen. Ik ga hem ook proberen te killen. Ongezien. Pak hem. Nice, dat is er weer eentje minder. Oké, je kunt ze dus gewoon elimineren. Daar komt het op neer. Super chill, even looten. Zo. Hoppakee, spullen erbij. Er zijn er maar drie nog. Die drie kunnen we toch wel te pakken nemen. Misschien als we fluiten. Hoor ze dat niet? Oh.
Kom maar hier naartoe. Take my sugar. Take anything you like. Ja, nu zien ze me. Maar nu heb ik al best wel veel. Fuck jou. En jij nog. Bang. Heb ik ze? Ik heb ze. Like a motherfucking boss. Oh, dat is een oude opa. Oh, dat vind ik nou zielig, joh. Dat gaat u niet doen. Gaat u naar oude opa. Oh, dat is geen oude opa. Is die voor jou? Oh, die kapitein is dood en hij is geen schipper. Maar wij wel, toch? Je wilt toch niet met mijn schip vertrekken? Jawel, dat wil ik eigenlijk wel, want ik ben de kapitein. Ik heb je gered puur om jouw schip eigenlijk. Daar komt het op neer. Jongen, dat vind ik zo raar, want er stond de hele tijd in de vorige episode een warning. Er stond er puntje puntje zo, dus ik dacht, dan mag je niet naartoe. Maar dat mocht dus wel. In een gevecht, snel en gemakkelijk als ik zo. We zijn ook een piraat, lul. Wauw, je gedacht je een piraat, maar nou, dat zijn we ook, bitch. Hasn't it? Zegt hij echt met zo'n bekakkerige stem. Hij lijkt op iemand, gek. Ik weet niet op wie. Maar hij lijkt echt op iemand. Hier is er toch een skelet of zo? Ja, een skelet. Wat kunnen we daarmee dan? Kunnen we die looten? You're serious. Die heeft toch niks bij zich, of wel? Treasure maps. Find treasure maps and explore car. Ik snap niet, waarom is dit geen Nederlands? Dat wil ik echt weten. Dat vind ik heel apart, waarom dit geen Nederlands is. Oh, we hebben een treasure map gevonden. Vet. Dan kunnen we er schatten mee vinden. Use to select maps and press I. Oh, nee. Hij wil naar zijn schip toe. Ik wil eerst. Weet je, ik kan mijn jas uit moeten doen. Nou ja, ik zit hier ook in de jas. Dus ik weet niet waar jij een zeiken bent. Moet je mee leren leven, bitch. Iedereen die doet dat tegenwoordig in Assassin's Creed. Zwemmen met een jas. Of het nou warm of koud is. Oké, hij gaat eens proberen eerst zijn schip te pakken. Waarschijnlijk moet ik hem wel vermoorden. Snel. Ja. Kan ik jou killen? Ik loop echt zo achter hem aan met die messen zo van ik ga je killen. Nee, dat doen we niet. Oké, laten we gaan varen. Oké, nice. Welkom aan boord, Duncan. Dit is een bescheiden schoenier, maar ik heb niet nodig om... Waar moeten we trouwens naartoe? Oh, wacht, ik zie het al. We gaan helemaal de verkeerde kant op. Oké, en nu wordt het wel aangegeven waar we naartoe moeten, heb ik het idee. Gaat hij automatisch? Oh, speed up, dat kun je zelf doen. Oké. Wat is dat dan? Oh, dan kun je... Hij schrok, kijk, hij schrok. Oh nee, dat leek zo. Ik dacht hij schrok. Oké, ik weet hoe ik een schip moet bevaren, jongens. Kom op. Voordat ik een YouTuber was, was ik namelijk een schipbreukeling. Nee, een schipbreukeling is nou eens iemand die niet een schip kan bevaren, die dus doodgaat. Of die strand. Nee, maar toen ik nog geen YouTuber was, toen was ik een kapitein van een schip. Van een heel groot schip zelfs, een Joppinier. En toen vervoerde ik duizenden mensen naar eilanden, zo naar de Caribische eilanden en shit. En ik kan dat heel goed, dus ik ben dat al helemaal gewend hoe dat moet. Dus je kunt mij altijd op een schip zetten wanneer jij denkt van nou, we hebben een kapitein nodig voor een schip. Dan kun je altijd op mij terecht, als jij zeg maar dood wil. Even kijken hoor. Moeten we daar naartoe? Mogelijk, waar de meeste piraten houden zich op de passing tussen de Cuba. Oké. Hij wil dus niet dat wij een piraat zijn, maar oké. Dat is een drukke zeestraat. Oh, kut. Hadden we dit? Ik denk het eerlijk gezegd wel. Ik vind het vet dat je eigen boot mag besturen, moet ik eerlijk toegeven. Dat vind ik echt awesome, dat ze dat zo hebben toegepast in de game. Dat vind ik heel dope. Oké, come on. Keren. Oh, nee. I am so sorry dat ik je schierbein heb kapot gemaakt. Hoe ver is het nog? Het is nog 480 meter. Oké, dat moet wel kunnen. Oké, momentje hoor. Oké, we moeten verder. We moeten iets verder. We moeten zo meteen de afslag naar links nemen als we iets verder zijn. En dan halen we het wel. We moeten een beetje inkomen. Dat zien jullie ook wel. Maar ik begin het nu echt telkens meer door te krijgen, als ik heel eerlijk moet zijn. Ook het vechten en het sluipen, dat vind ik vet. Ik begin het door te krijgen. Daar hou ik van. Dat is heel dope. Oké, come on.
Oké, ik was heel even de anker naar beneden gegooid. Anders was ik waarschijnlijk gevallen. En nu gaan we er bij de zeeën. Dus het moet niet heel erg moeilijk zijn, moet ik eerlijk toegeven. We zijn er al bijna. Wat zeg ik nou helemaal? Ik wou zeggen, we zijn er al bijna. Dus dat is hartstikke mooi. Still out of the bay. Nou, dat gaat lukken. Holy shit, gek! Oh my god, dat is fucking vet. Dat is fucking mooi. Heel dope. Ik zou het echt vet vinden, jongen. Op zo'n mooi groot schip te mogen bevaren. Dat lijkt me zo dope. Heb je het gehaald? Je bent een natuurtalent. Ah, nou ja, zoals ik al gezegd, ik was kapitein op een heel erg groot schip waarbij ik mensen naar de Caribische eilanden vervoerde. Vol avontuur, simpelweg wel. Ja, tuurlijk, mensen verslachten en dieren kapot maken is natuurlijk geweldig hier op dit mooie eiland. Wat? Alsof dat mooi is om te doen. Ja, aan de ene kant ook weer wel. Als het in de game is, is het altijd leuk om te spelen. Maar als je het in echt zou moeten doen, mensen doodmaken, shit, dat lijkt me wel vreselijk. Maar het bevaren van zo'n groot schip lijkt me wel fucking awesome, moet ik eerlijk toegeven. Dat lijkt me echt heel dope. Maar oké, we gaan even wachten wat we nu moeten doen. Ik ben namelijk best wel benieuwd. Very promising. Very promising. Welke chick zegt dat nou weer? Ben ik dit? Ja, dat ben ik. Ergens in de fucking hemel of zo. Action completed. 10 punten. Heroes are born. Rustig aan. There you go. Welcome back. Oh, wat? Is dit een test? Well, your numbers look good. You're being serious. Now let's make sure we can break your brain, all right? Nou ja, als het brain het niet meer doet, zou het toch niet meer kunnen kijken of wel. Your head and look at these lights just here. Look up. Oh, dat moet ik wel zelf doen. That's it. Down. So far so good. Let's get you up. So, welcome to the Sample 17 project. You're being sure, it was nep. Before you get started, you're gonna need this. What? There you go. There you go. Testing, testing. 1, 2, 3. Hello, bonjour. C'est bon? It works? Ik hoop het. Alright, let's take a walk. Oké, volgens je dossier heb je al eerder herinneringen onderzocht, maar niet op deze schaal. Dat is verrassend. Je bent eng. Erg. Oh, je bent erg. Ik wou zeggen, je bent eng. Holy shit, zitten we nou serieus gewoon in de normale wereld? Dit was nep. Hey, mensen, zitten jullie naar mij te kijken? Vinden jullie me awesome? Hey. Oh. Waar ben je? Hey, bitch, ik zie. Oh, daar ben je. Hoi. Grapje. Nee, doe normaal, wat? Dat ga ik toch niet. Maybe you saw Liberation? That was our first ship powered by Animus Tech. That was just the tip of the iceberg. Oh ja, dat is Liberation, ja. Ik snap dit niet, gek. Dit is echt apart gedaan. Ik snap nu ben ik echt het hele verhaal kwijt. Wat is dat nou echt wat we net hebben meegemaakt? Of was dat fake? We think we found the perfect subject for our first full-length virtual feature. Caribbean Pirate. So that's your gig. It'll just take a minute, okay? Ik wist echt niet dat het zo zat hoor, gek. Nooit geweten. Well, thank you, Nancy. Kunnen we hier achter gaan zitten? Ik ben degene die deze boel hier leidt. Laat me op de computer. Jammer dat ik mijn eigen handen niet zie, dan kan ik een beetje kloten. Hoi. Hoi, hallo, gegroet. Hey, alles goed met jou? Je ziet er een beetje opgeblazen uit vandaag. Is niet best. Kun je het zien? Oké, mooi. Waar is ze? Oh, hier is ze. Nice, ik weet niet wat ze nu weer te zeggen. Dit is voor jou, ons belangrijkste gereedschap. Een iPad. Nee, dat is gewoon een iPad. Dat is geen communicator, dat is een iPad. Een vet ding. Nou, laat me zien. Ik ben benieuwd. Oh, dan kun je zien waar je naartoe moet. Kun je ook met kloten? Er is niet veel beveiliging hier. Dat komt doordat je communicatie sleutel is om overal binnen te komen. Oké, dat klinkt goed. Dan kunnen we dus dingen kapot maken als we dat willen. Want we kunnen toch overal naar binnen. Dat klinkt te veelbelovend, jongens. Dat klinkt heel veelbelovend. Maar we gaan natuurlijk ons wel een beetje gedragen. Oké, dat neem ik terug. Als ik in een game de kans kom dingen te slopen, dan doe ik dat. Daar moet ik dan wel weer eerlijk in zijn. Hé, hey, ik ben eerlijkheid boven alles. Eerlijkheid boven alles. Ik ben er eerlijk in. Abstergo. See that flashing wireless signal? Wat? Ja, inderdaad. Ja. Nee, dat niet. Oké, ja, is goed. Select sample 17 project on the floor. Waar dan? Oh, hier mag ik naartoe. Hey, later, blijf jij daar staan? Laat je me nou serieus in een museum alleen? Is dat een goed idee? Ik weet het eerlijk gezegd niet. Ik weet niet of je dat moet doen, maar ja, je wil het? Oké, doei. Geen idee waar ik naartoe moet. Oh, wacht, ik zie het al. Kan ik rennen? Ik kan rennen. Ik moet deze kant op. Oh nee, laat maar, ik zie het al wel.
33 meter, dat is daar. Ik loop nu gewoon weg van waar ik eigenlijk moest zijn. Dus ik snap nu eigenlijk niet waarom ik wegliep. Kijk, ik moet namelijk hier zo zijn. Snap je? Dit ding hier. Hier. Sample 17. Nice. Kijk hoe ik dat deed, jongen. Kijk hoe ik dat deed. Met mijn iPad, hè. Met mijn iPad. Moet je nagaan. Iets dat ik een iPad mag besturen in de game en het lukt gelijk al. Ah, ik ben toch wel trots op mezelf. Let's go. Ja, ik ben er klaar voor. Ik ga je in de weg lopen. Wat? Kijk dan. Ze doet een fucking moonwalk. Oh my god, ik misbruik deze game nu al. Wow, wat? Oh, ik heb de cutscene verneukt net. Ça va bien? Dat klinkt Frans. Ja, het is een Fransman. De Kenway Line. Saving. The Pirate. Wat? Welcome aboard. Maar ik snap het nu even niet meer. Dus we zitten eigenlijk soort van in een game in een game. Inception. Nee, ik weet niet hoe het nu zit. Een beetje apart gedaan. Maar heel wel leuk. Als ik er nou weer voor de voet ga lopen, lukt het dan weer? Ja, dat kan. Kijk, nu komt de cutscene op een moment waarbij die eigenlijk nog niet moet komen. Want als het daar is, hoort de cutscene pas te komen. Omdat ik er nu voor de voeten loop, gebeurt dat niet. Kijk dan. Oh, wat is het slecht. Laten we gaan. Ik verhinder het spel. Wow. Lukt het? Als ik dit nou dicht kan doen. Kan ik nog iets? Wow. Eén John, een van de IT-tovenaars. Hij fixt even wat voor je. Oké. Calibrating. Oké. Ziet er goed uit. Dat zijn wij. Of zijn wij dat niet? Ik geloof het wel. Dat zijn wij. Ik wil mezelf even zien. Kijk, ik zag daar een beeldje van mezelf. Goed aan de piraten. Dus nu mogen we weer verder spelen, neem ik aan. Saving. Welcome to Animus Omega. Abstergo Entertainment's proprietary ancestral memory. Ik vind het wel heel apart. Ik dacht namelijk dat we gewoon de hele tijd zeg maar, in de game zouden blijven. Of in de game. Dat we de hele tijd als piraat verder zouden gaan. Maar nu komen we opeens in een of andere ruimte. Ik vind het heel apart. Maar hé, hey, maakt niet uit. Dat hoort er waarschijnlijk bij. Dat weet ik wel zeker. You have been registered as part of the Sample 17 project. Your primary research target is Edward James Kenway. Born March 10, 1693. Oké, okay. We krijgen alle informatie over onszelf, tenminste als ons fictieve karakter, oftewel ons game karakter die wij spelen in een game. Wat? Heel apart, maar oké. Kunnen we weer verder gaan of was dit het? Nou, één ding weet ik wel. En dat is dat ik het hiervoor ga laten bij deze episode. Jongens, vond je dit nou leuk? Laat dan natuurlijk even een blauw duimpje omhoog achter. Dat zou ik super dope vinden. Dan ga ik met jullie de volgende keer weer lekker verder met Assassin's Creed Black Flag. Oftewel Assassin's Creed 4. Ik snap niet wat er precies deze episode is gebeurd. Want we werden opeens wakker in een of andere computerzaak. Waarbij we gewoon een normaal mens waren. Waarbij wij zeg maar... Oh, nu begint hij pas. Wauw. Jongens, bedankt voor het kijken. Laat een blauw duimpje achter. En dan zie ik jullie de volgende keer weer met een nieuwe episode van Assassin's Creed Black Flag. Hier op Doe Maar Gamen. En ik zeg... Ciao.